Het was de bedoeling dat ze op 10 juli van dit jaar zou komen. Dus ze was bijna precies 3 maanden te vroeg. En geheel onaangekondigd. Ja, het ging eigenlijk heel snel. Dat ik me van de een op de andere dag voelde me ontzettend ziek. En in mijn hoofd is het echt als een soort van film dat ik in no time was de verloskundige er. En even later zat ik in het ziekenhuis. En even later lag ik aan allerlei slangetjes en dingetjes. En nog even later zat ik in de ambulance naar Amsterdam. En de volgende ochtend werd ik naar de OK gereest. En was er een keizersnee en kwam daar een hele kleine Evie uit. Op het moment dat ze geboren zou worden, dan konden ze pas zien van, hey, heeft ze een kans of niet? En ze kwam ter wereld en we dachten dat ze heel erg slap en lusteloos zou zijn. Maar ze kwam schoppend en schreeuwend ter wereld in. Dus ze had absoluut heel veel pit en heel veel levenskracht. En dan, dat is genoeg. En de rest kunnen ze dan met medicijnen en apparatuur allemaal wat doen. Het verhaal was altijd, dat werd vanaf het begin gezegd, 2 stappen vooruit, 1 stap terug. Nou, dat hebben we echt diverse keren meegemaakt. Tijdens het hele verblijf van Evie zijn we in het vuur zijn we gewoon hier gebleven. Dus wij hebben, denk ik, in totaal iets van 2 maanden hier gewoond. Wat me in het begin heel erg bij was gebleven, is gewoon toch wel eigenlijk de rust die er is. Ondanks dat overal mensen zijn. En we hadden eindelijk even een plekje voor onszelf. Dit maakte het gewoon toch een beetje thuis eigenlijk. Dus dat je af en toe toch even uit alle narigheid weg kon. En de boekenkast, die is me bijgebleven. Dat ik echt, we hebben met z'n tweeën alle Harry Potters gelezen, volgens mij. Gewoon even afleiding. Familie, vrienden, bekenden zijn dan wel even langsgekomen. In ieder geval ons even te bemoedigen. Evie was natuurlijk in het ziekenhuis. Dus, dit zijn gewoon hele goede ruimtes geweest om mensen te ontvangen. En de koffie is geweldig. Dus, veel beter dan in het ziekenhuis. Veel beter dan in het ziekenhuis. Dus wij hebben ze gewoon lekker een bakje voorgeschoteld. Ze heeft nu wel een wat meer ingewikkelde sonde inmiddels. Met een pomp en een rugzakje. En die nemen we altijd met ons mee. En, ze is er nog. En sterker nog, ze is thuis bij ons. Dus ja, die zonde die nemen we maar voor lief. Want dat gaat nog wel een tijdje duren waarschijnlijk. Maar ze is meestal nu een vrolijk meisje.